Assuria Verzekeringen heeft gisteren haar grote trots, de Assuria Hermitage High Rise AHH, in gebruik genomen. Armand Gijbesing, hoofddirecteur van Assuria, zegt dat de visie achter dit gebouw is om op een centraal gelegen locatie moderne en zakelijke dienstverlening mogelijk te maken. En die dienstverlening gaat verder dan alleen verzekeringen. Het ligt ook in de bedoeling om via verhuurbare units overige zakelijke diensten in het gebouw aan te bieden. Er is bij de implementatie ook veel tijd en aandacht besteed aan food en beverage concepten, met als resultaat een modern bedrijfsrestaurant, bedrijfskantine, voor degenen die er werken en voor het grote publiek een koffiecorner en een restaurant op de begane vloer. Om het aanbod compleet te maken is er in het gebouw ook het Assuria Event Center gerealiseerd. Een multifunctionele zaal met een capaciteit van circa 750 personen, voorzien van moderne audiovisuele apparatuur, waarin diverse grote en kleine events kunnen worden gehouden. De gedachte hierachter is dat Assuria hiermee ook iets terug wil geven aan de gemeenschap, onder andere op het gebied van kunst en cultuur. Hier staat een investering van circa $15 miljoen. We zijn er trots op dat dit project een initiatief is geweest van Surinamers, maar meer nog dat het door Surinaamse bedrijven is gerealiseerd. Hier staat het bewijs dat als we de handen ineen slaan, we samen tot grote dingen in staat zijn en tot grote hoogte kunnen komen. Bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw heeft Assuria 10 instellingen bedacht met een check van 10.000 SRD. Mario Mirhai, lid van het directieteam van Assuria, zegt dat dit een manier is om terug te geven aan de gemeenschap. Ook gefeliciteerd namens mij met deze mooie mijlpaal. Ik denk dat we de basis hebben gezet voor een mooie toekomst voor het bedrijf, ik zei eerder gezegd. Ik wil u ook speciaal welkom heten. We doen graag zaken met de samenleving, maar we geven ook graag wat terug aan de samenleving. En zo'n mooi moment kunnen we niet voorbij laten gaan zonder ook een stukje dankbaarheid te tonen op deze manier. Dus ik wil u allen namens de Assuria-familie, het zijn allemaal hele hardwerkende en toegewijde mensen, een check overhandigen en als blijk van waardering voor, en ondersteuning voor het goede werk dat u doet. Alsjeblieft. Ook. Namens Stichting Vital Yada hebben we ook zo in november, 20 november, hebben we onze 40-jarig bestaan gevierd. En daarom hebben we zo'n tas uitgebracht en een boekje. Dat willen we ook overhandigen aan Assuria. Fantastisch. Directielid Mirhai ontving ook een geschenk van de vertegenwoordiger van Huis Vital Yada. Assuria heeft gisteren haar Hermitage High Rise in gebruik genomen en heeft 10 instellingen bedacht met een financiële geste.